I remember these streets, man. Oh yeah, I remember. I almost got arrested here when I was 9 years old because I was putting coins on the train tracks, letting the trains run over them. The cops actually brought me home in a squad car. I got the shit tore out of it, boy. Wow. I'm thinking that this is the same place from when I was a kid, the record shop. I think that might be it, Moody's, but I'll find out. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En heb je ook wel eens dat je bioscoopfilms en alles zit te kijken en denk je van wauw, ik wil ook die look hebben. Maar heb je eigenlijk totaal geen idee waar te beginnen of verstand van color grading en kom je eigenlijk nooit verder dan ja, simpelweg een lut over je video's heen plaatsen. En denk je nog steeds, ja, het klopt nog steeds niet helemaal. In deze video ga ik jou laten zien hoe je ook zonder al te veel kennis van color grading met een plugin heel erg goed mooie filmische looks kan genereren. En vooral dat laatste stukje genereren is even belangrijk. Want deze plugin gaat verder dan gewoon ja, een, zoals ik zei, een lut over je video heen plaatsen. En voor degene die denken, een lut, waar heb je het überhaupt over? Een lut, dat is een lookup table. Oftewel, een standaard profiel wat je over je videobestanden, je logbestanden heen kan doen om een bepaalde ja, filmische look te geven. Alleen, het probleem vaak met LUTs is dat je totaal geen idee hebt op welke camera die er gebaseerd is voor degene die gemaakt heeft. Het is altijd te veel of te ernstig qua, tenminste te intens qua look moet ik eigenlijk zeggen. En eigenlijk klopt het nooit helemaal lekker. Maar goed, dan komen we terug bij hetgene waar we het vandaag over gaan hebben. En dat is Dehancer Pro 7. En als je nou naar het einde van deze video kijkt en denkt van hey, ik wil hem ook hebben. Ik heb hier onderin een link geplaatst. Dan kan je een gratis proefversie downloaden of kopen, whatever. En als je via die link bestelt, help je mij ook weer een beetje meer van deze video's te maken. En voor de transparantie, ik ben niet betaald door Dehancer voor het maken van deze video. Ze hebben mij gevraagd van Ferry, wil je eens een keertje naar deze software kijken voor ons en geef je mening. En dat ga ik bij deze, in deze video dan ook doen en gelijk ook delen met jullie. En gelijk laten zien ja, hoe je deze plugin kan gebruiken om ja, filmische beelden te maken. Maar voordat we het doen gaan we eerst even naar een site die waarschijnlijk een hoop van jullie wel zullen kennen. Dat is namelijk IMDb, oftewel de International Movie Database. En waarom gaan we hierheen? Nou, ik heb hier de film staan, onder andere Oppenheimer. En wat ik heel fijn vind aan IMDb is dat je naast kan kijken van, nou ja, wie was die één acteur ook alweer en waar ken ik die acteur van andere films? Is dat als je een stuk meer naar beneden gaat scrollen, dan zie je hier staan de technical specs en die vind ik altijd leuk. Waarom? Als je hier gaat kijken, kan je namelijk zien naast hoe lang de film duurt en de mix en dat soort dingen ook heel goed op wat voor camera's bijvoorbeeld gedraaid is. Maar ook op wat voor film het geschoten is. En voor de jeugdige kijkers, vroeger werd film ook echt op film geschoten. Dat was zo'n ja, soort transparant plastic met chemicaliën erop. Waarop je dus ja, foto's kon maken. Komt ook uit de fotografie, gebruikt het ook. En tegenwoordig gebruiken we heel vaak de digitale sensor. Maar er zijn nog een aantal ja, puristen in de cinemawereld die zegt van ja, er gaat voor mij echt niks boven het echte film. En hier kun je dus onder andere zien wat voor film gebruikt is. Bij dit geval dus Oppenheimer. Maar je kan bijvoorbeeld ook gaan naar Saving Private Ryan. Dan gaan we iets meer naar beneden. Technical specs. En dan kan je bijvoorbeeld zien dat deze in plaats van op Kodak Vision 3 is dit vooral op Eastman EXR210 geschoten. En hier zie je een theetje. En hier zie je een D'tje en dat betekent de witbalans. Want vroeger moest je de witbalans kiezen aan de hand van je camera onder andere. En dus D voor daylight of T, ik weet niet of je ook T is. Ja, T voor tungsten. En is op tungsten film geschoten. En bijvoorbeeld The Dark Knight. Ja, het is een Christopher Nolan film. Je hebt het net al een klein beetje kunnen zien. Zal ongetwijfeld ook weer geschoten zijn of gefilmd op, laat het zo zeggen. Inderdaad, Kodak Vision, oh, in ieder geval nog Vision 2, dus de voorganger nog. In ieder geval Kodak 250D. Nou, dat is genoeg even over IMDb voor dit moment. Laten we gaan kijken
hoe je deze plugin dus kan gebruiken. Ik heb hier even wat videobeeld staan van de Easton documentaire waar ik nog steeds mee bezig ben. En even een kleine disclaimer tussendoor. Deze plugin vraagt vrij veel rekenkracht. Helemaal op het moment dat je ook grain gaat toevoegen. Als ik nu afspeel, draait mijn video in principe redelijk goed. Alleen al iets minder soms. En dat komt ook, ik ben ook bezig met schermopnames aan het maken. Dat kost ook geheugen dus. Als ik tussendoor afspeel, zal het af en toe misschien een beetje schokkerig zijn. Als je de plugin puur draait, heb je daar minder last van. Maar puur omdat ik nu ook schermopnames aan het maken ben, ja, draait hij eigenlijk als een natte krant. Heel eerlijk gezegd. Maar goed, terug naar de plugin. Hoe zet je hem erop? Nou, ik heb in dit geval gewoon logbestanden. Wat ik altijd doe is appeltje S of Alt S op Windows. Maak een tweede noot. En vervolgens kan ik hier bij de effects die Hanser in klikken. En voor degenen die het niet weten, ik gebruik DaVinci Resolve. Dat gebruik ik minstens al een paar jaar, zelfs voordat de grote golf naar DaVinci Resolve begon, gebruikten wij dit al. Klop. Nou ja, een beetje overdreven. Maar goed, DaVinci Resolve is gewoon een van de beste programma's om je color grading en je editing mee te doen, vind ik. En het werkt met de Nodal System en ik heb een andere video al eerder geplaatst. Ik zal even een link hier onderin plaatsen over hoe dit allemaal werkt. Dus als je denkt van, hey, ik ben nieuw hierin, ik snap je niks wat je doet, kijk eerst even die andere video en kom dan terug naar deze. Maar goed, ik heb nu Dehancer Pro erop gezet en nu doet hij eigenlijk nog, ja, vrij weinig. Of tenminste, hij doet wel al iets. Hij doet namelijk al onder andere de grain eroverheen en laten we even alles even uitzetten. Het filmprofiel en het klopt nu voor geen meter omdat hij totaal nog niet weet wat de input is. Nou, laten we eerst hier beginnen. Hij gaat er nu vanuit dat je een Rec 709 input krijgt, dus dat het beeld al naar Rec 709 gecorrigeerd is. Dat is in dit geval niet. En ik hou van om zoveel mogelijk ruimte te houden. Dus daarom wil je inderdaad in dit geval je input. Dat noemen we ook, ja, de color space transform. Dus van log naar Rec 709. Dat heet dan bijvoorbeeld een color space transform. Wat je daarvoor hoeft te doen. Dat kan je al eerder doen. Maar ik wil dat zo laat mogelijk doen. Dus laat nu in dit geval hier doen bij de input. En wat ik heel makkelijk vind. Als je nu al denkt van Ferry, waar praat je in dit geval over? Het is heel simpel. Klik hem hier naar beneden. Dan heb je hier allerlei verschillende color spaces, maar je kan ook zeggen choose camera. En hier heb je al allemaal merken. Je kan bijvoorbeeld zeggen ik heb een Apple iPhone. En het is met Filmic Pro gefilmd. Of het is met, gaan we even terug, Blackmagic camera gefilmd. Of Fujifilm. En het leuke is, deze plugin kent wel al F-Log 2. Dus als je in F-Log 2 werkt met deze plugin kan je heel goed je kleuren goed krijgen. Maar we gaan even door, want dit is namelijk met een Canon geschoten. En dan gaan we naar de C van Canon. En dan in dit geval de camera is de R5 geweest. En dan weet hij automatisch, oké, het is dan in log 3 cinegamut geschoten. En je kan het zien, het wordt nu al een veel fijner plaatje om naar te kijken. En als we dan vervolgens hier nu de film aanzetten, dan zie je nu krijgen al veel meer een filmische look. En het eerste wat ik nu ga doen is kijken naar welke vind ik nu mooi. Nou, ik weet uit ervaring dat Vision 350D, dat ik die wel vrij mooi vind. Maar je kan wat ook zeggen, bijvoorbeeld van, nou, laten we eens even wat geks doen. Kodak Gold of Ektar. En dit is een hele mooie zwart-wit, de 5222. Dus als je het een beetje, ja, dan weet je ook weer die Amerikaanse film met donkere mensen films maakt, Spike Lee. Of een klassieke zwart-wit videoclip. Maar ik kan het ook kiezen voor degene die meer die van Fujifilm hebben. Nou, laten we Pro 400, vind ik altijd wel mooi. Velvia. Nou, Eterna, altijd goed. Cinestill 50D. Of T in dit geval. En ik denk inderdaad in dit geval voor een T moet gaan, omdat ik met lekker fluorescent light hier zit. Maar laten we even teruggaan naar inderdaad de Vision 3 en laten we eens 200T pakken. Dat vind ik nog niet helemaal mijn look. Wat doet 500? Wow. Laten we dan toch op 50D houden. Nu hier onderin zie je ook push en pull. En
voor degenen die nog in de laboratoria hebben gewerkt met film ontwikkelen, die zullen heel veel bekende tools tegenkomen. En push en pull was, je kon bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik ga bijvoorbeeld mijn film, die bijvoorbeeld in dit geval ISO 50 is, ga ik hoger belichten, dus voor 100. En dan ga ik hem vervolgens terugtrekken. Of ik zeg, ik moet hem hoger belichten, dus ga hem voor 25, moet ik het goed zeggen. Ja, 2500 overbelicht. En dan ga je hem terugtrekken. Of je gaat hem bijvoorbeeld lager belichten op ISO 100 en dan ga je hem een stopje omhoog trekken. En omdat film op een hele andere manier reageert met je hooglicht en je contrast, ja, kan je daar gewoon heerlijk mee spelen. En je ziet inderdaad al dat de kleur en alles wat begint te veranderen. Ik vind hem nu iets, als je hem iets, ja, poelt, iets beter. Over het algemeen mag hij van mij iets donkerder. Dus ik ga nu naar mijn exposure en zeg ik, ja, ik wil dat je iets donkerder wordt. En mijn witbalans mag iets warmer als ik zo kijk. Laat ik hem ongeveer hier neerzetten. Nou, je kan hem ook nog defringe of fringe juist toevoegen. En dit slaat inderdaad op de effecten die inderdaad vanuit je objectief kunnen komen. Ja, de paars-rode randjes en dat soort dingen. Moet ik wel aanzetten trouwens. Even kijken of ik het nu op dit beeld een beetje goed kan zien. Want heel eerlijk, niet alles is altijd op elk beeld even goed te zien. Want het heeft namelijk ook te maken van, ja, hoe zou het natuurlijk reageren. Maar hier zie je echt veel in wat zou kunnen gaan fringen. Nou, dan heb je hier je film developer, die kunnen we aanzetten. En dan kan je zeggen van, ik wil bijvoorbeeld extra contrast erin of wat minder contrast. Dan laten we een klein beetje extra contrast erin doen. Je hebt nog je gamma correctie. Je color separation. En ik weet niet of dit heel veel invloed gaat hebben op het beeld wat we nu hebben. Misschien opdat je het hierin kan zien. Daar zit het heel licht. Color separation, je kon met je chemicaliën op een bepaalde manier ontwikkelen. En als je dan dat deed, dan begon bijvoorbeeld de meest gesatureerde kleuren iets meer te satureren. En dan hoe minder gesatureerd, hoe minder het achteruit ging. En dat dus de color separation moet dat dus nabootsen. Nou, color boost. Nou, dat is ook wel behoorlijk duidelijk wat hij doet. Maar laten we die gewoon even lekker neutraal houden. De films zijn er bij geweest. Dan gaan we naar color compression. Als we die aanzetten, dan ga ik even iets terugzoomen. Laat hem even op fit doen. Film kon je contrast wat, ja, in elkaar duwen, op een andere manier reageerde. En dat kan je dus ook mee nabootsen. Nu heel weinig, laat ik iets meer doen. Dan kan je ook dat, je witpunten kan je heen en weer gaan doen. En als je nu ook naar hier in de waveform gaat kijken, en laat ik hem voor de makkelijkheid even een keer resetten, dan zie je hem even iets beter. Je ziet dat achter alleen de bovenste, ja, vanaf zeg maar 50-60%, daar gaat hij pas heen en weer duwen. Dus de onderkant, buiten contrast, blijft gewoon goed. Dan laten we, nou, iets terug dat je het wel iets meer detail hierin haalt. Dan kun je ook je tonal range nog aanpassen. Dus nu gaat hij eigenlijk je middenpunt heen en weer gooien. En ook met je color density kan hij gaan spelen in dit geval. En wat doet in dit geval color density? Bij film was het zo, als je hooglichten meer belicht werden, of lichter werden, dan verdwenen wat saturatie. En dat kan je hiermee iets mee compenseren. Dus kan laag zien, wordt die vrij laag gesatureerd in hooglichten. Zet ik die omhoog, krijg je meer saturatie in je hooglichten. En dat vind ik zelf wel mooi. Dan hebben we ook nog expand. Nou, dan kan je inderdaad gewoon je zwart en je witpunt neerzetten. En dan kan je ook nog kiezen voor Luma of Normal. En ik vind Luma altijd iets mooier, want dan gaat het alleen op je luminosity en niet ook op je onderliggende saturatie doen. Dan hier Print. Hij staat nu lineair, maar nu gaan we nog heel even terug naar IMDb. Waarom? Hier kan je te zien Printed Format. In dit geval Kodak Vision 2383. En waarom is dit belangrijk om te weten? Nou, je kan hem lineair doen. Het is gewoon hetzelfde als je op een beeldscherm doet. Maar als je bijvoorbeeld naar een bioscoop gaat, en vooral de ouderwetse bioscopen, of als je nu naar de IMAX gaat inderdaad voor Oppenheimer, als je überhaupt een IMAX kan vinden die hem in film af kan spelen op de 70 mm, volgens mij zijn het er maar 70 in de wereld, geloof ik, die dat kunnen, of 30. Mocht je het weten, laat hieronder even weten.
Maar uiteraard, de film waar je op volgens weer je film print, heeft ook weer invloed. En dat kan je dus hiermee nabootsen. Dus je kan in dit geval zeggen van, nou, ik wil hem lineair, maar ik kan hem ook in Cinian Filmlog doen. Ik zal hem even enabelen. Of je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil hem inderdaad op Kodak 2383 print hebben. Dus nu krijg je het effect alsof je dus je color grading op je film gedaan hebt en vervolgens dat dus weer print op een ander filmmedium. En dat kan je ook weer een beetje aanpassen. Dan kan je weer spelen. Dus je kan er iets meer tonal contrast erin doen. Exposure, color density, saturatie. Je kan het nog limiteren dat het ook binnen de space past die op film past. Je kan met je target white level nog een soort van witbalans aanpassing doen. En nou wordt het eigenlijk gewoon Yuki lelijk. Laat hem ongeveer eventjes hier houden. En ik ga hem tussen weer uitzetten, want ik vind gewoon de lineaire meestal mooier. Dan kun je op basis daarvan ook nog met je color hertz spelen. En heel eerlijk, ik weet niet helemaal goed wat dit is. Ik weet wel wat het doet, maar hoe je mee moet spelen, geen idee. Ik denk dat er echt mensen zijn die van vroeger met een lab die er helemaal wild van worden. Maar je kan het enabelen. En dan kan je inderdaad zeggen van, ik wil meer green of magenta. Op die manier kan je met de assen kan je spelen. Volgens mij kan met hoe vroeger kon je dan de lampenfilter op een bepaalde manier of instellen. Ik heb hier geen ervaring mee, zou ik heel eerlijk zijn. Dus ik ga je even van daar niet te veel over uitleggen, want ik weet het simpelweg niet. Dan de grain. Je kan inderdaad ook grain toevoegen. Oftewel filmkorrel. En je kan helemaal kiezen van wat voor type ISO en welk type grofheid van korrel je wil. Er zijn mensen die zijn gek op korrel. Ik vind korrel eigenlijk meestal niet eens zo heel erg bijzonder of mooi. Dus ik haal het meestal af. Plus dat als je erop zet, je computer gaat heel traag lopen. En dat is sowieso met de meeste effecten die op dit punt komen, die vragen gewoon heel erg veel rekenkracht. Dus zet die altijd pas op. Als je echt alles klaar hebt en vlak voor je gaat renderen, zet je deze aan en dan laat je hem eruit lopen. Nou, dan heb je volgens ook halation effect. En je ziet het al gebeuren in de kleuren hier. En dat is inderdaad, hallo. Je gaat gewoon bij wat contrastpunten ga je gewoon halootjes creëren en doen. Dan heb je ook bloem en dat zie je vooral in de lichte gedeeltes. En ik moet zeggen, voor bloem en halation, ik ben momenteel meer fan van echte filters hiervoor gebruiken. De black mist filters en dat soort dingen. Want dan kan je gewoon veel meer spelen op het moment dat je aan het opnemen bent van, hoe gaat dit effect werken op het moment dat je met een lamp bezig bent. Nou, dan hebben we ook nog film damage. En ik weet niet of ik iets kan afspelen op dit moment. Als je het een beetje doet. Maar je kan inderdaad, hoe film beschadigd kan raken in de tijd. Dan gaat hij van die flopjes en dingetjes en haartjes en allemaal effectjes gaat hij erin gooien. Dan hebben we ook film breed. En wat doet film breed? Nou, film, er kon wel eens een lichtlekje komen of er kon wel eens wat mee gebeuren. Frame voor frame kon er wel eens een klein beetje variatie ontstaan in een color shift of in lichtintensiteit of in saturatie. En dat kan deze dus genereren. Dan hebben we ook nog gatewave. En nu zie je dat hij iets inzoomt. En ik weet niet of ik het nu heel duidelijk kan zien. Volgens mij valt mee, maar wat doet gatewave? Film draaide nooit helemaal 100% strak door de projector of de camera heen. Dus dat film kon een heel klein beetje heen en weer spelen. En je kan je voorstellen dat op het moment dat de film een millimeter naar voren of naar achter beweegt, dan verandert dat kan je figuurlijk je focal length van je lens iets. Dus daardoor zoomt het een klein beetje in en uit en dat kan deze dus genereren. Nou, dan hebben we vignette. Nou, een vignette spreekt redelijk voor zich, denk ik. Dan hebben we hier nog de monitor tools. En hier heb je bijvoorbeeld onder andere false color in en clipping indicators. En false color is gewoon heel makkelijk om te zien van hoe zit ik in belichting van mijn beeld. Dan hebben we output. Oftewel, hoeveel effect willen we dat dit allemaal heeft op het beeld. Bij mij staat dat 100%. En dan onderin de LUT generator. En nu komen we iets bij waar we aan het begin over hadden, over LUTs. Wat ik handig vind aan deze plugin is dat je dus een LUT kan genereren.
En die LUT kan je bijvoorbeeld alvast op je camera zetten. En als je dan aan het opnemen bent, dan kan je al een beetje met van de look die je straks krijgt opnemen. Dus aan het moment dat je je camera aan het instellen bent, ja, dan weet je al hoe je postproces een beetje gaat reageren. Maar nu ook een nadeel van het LUT. Je hebt hier inderdaad een aantal effecten zoals gateweave, film read, film damage, blooming. Dat zijn dingen die die frame voor frame moet gaan uitrekenen. Dat kan je niet in een LUT stoppen, want een LUT is gewoon één keer, oké, dit is de preset effect, dat is het. Terwijl als je dus deze plugin gebruikt, en ja, het vraagt best veel rekenkracht, helemaal als je heel veel effecten erop wil gaan doen, daarom kan je dat pas echt aan het einde doen. Maar het zorgt dat je veel meer een natuurlijk effect heeft. Want ja, die kleine variatie die tussendoor continu optreden op het moment dat je met film geschoten hebt. En ondanks je het misschien niet altijd bewust door hebt, dat gebeurt wel continu. En een LUT is eigenlijk gewoon één look die continu doorgevoerd wordt. En met deze plugin ja, genereer je al die kleine imperfecties. En dat gebeurt continu ja, willekeurig, om het zo maar te zeggen. En dat zorgt ervoor dat deze ja, plugin een veel mooier en beter en veel meer filmisch effect geeft dan dat je dat zou doen met een standaard LUT. Maar inderdaad, zoals ik zei, die LUT is wel gewoon heel erg handig voor op het moment dat jij dus aan het filmen bent en je al een klein beetje een idee wil hebben van hoe het eruit gaat zien. En hierbij wil ik ook zeggen dat set design en belichting en alles ook heel veel invloed heeft. Alleen een LUT om kleuren te veranderen gaat jou niet 100% het filmisch effect geven. Als je kijkt bij een film hoeveel mensen er op de aftiteling staan, alleen nog voor kleding, set design, belichting, daar wordt heel veel tijd en energie in gestoken. En als je dan bijvoorbeeld zorgt dat je bijvoorbeeld hier al een beetje ja, je look in gedachten heeft en gegenereerd hebt, dat op je kamer zetten, dan kan je op set al werken naar het effect toe wat je wil hebben. Dus daarom is het heel handig dat je hier ook mee ja, een LUT kan genereren. Maar ik zou eigenlijk zeggen van maak je eigen preset erin wat compleet ingesteld is. Pak daarvoor een LUT. Ga daarmee filmen. En als je dan volgens in postproductie bent, ga niet zeggen, dan klap gewoon de LUT eroverheen. Dat kan je misschien wel doen om het editingproces makkelijker te maken. Maar op het moment dat je hem echt wil gaan genereren en echt het filmische effect wil hebben, ja, dan zou je dit moeten instellen en dan even opnieuw gaan uitrenderen. Maar dat is de manier hoe ik het zou gebruiken. Nou, dan heb je nog de laatste options. Nou, dan heb je normal en fast, oftewel hoge kwaliteit, maar langzaam of normaal. En nog een beetje soorten met van werkbaar. En dan heb je hier nog een aantal dingen. A, over licentie. Maar ook check film profiles en doe dit af en toe even. Waarom? Er willen nog wel eens nieuwe filmprofielen uitkomen. En die kan je hiermee binnenhalen. Dus doe dat op zijn tijd even. Het gebeurt niet automatisch. I remember these streets, man. Oh yeah, I remember. I almost got arrested here when I was 9 years old because I was putting coins on the train tracks, letting the trains run over them. The cops actually brought me home in a squad car. I got the shit tore out of it, boy. Wow. I'm thinking that this is the same place from when I was a kid, the record shop. I think that might be it, Moody's, but I'll find out. Dit is even mijn eerste video die ik over dit proces wil gaan maken. Ik wil nog meer video's hierover maken. Mocht je hier dan ook vragen over hebben en zeggen van Ferry, dit wil ik graag hierover weten of leren, laat hier onderin weten. Dan ga ik dat in toekomstige video's meenemen, want voor mij is het ook nog ja, relatief nieuw. Maar ik merk dat waar ik voorheen naar een filmisch look zocht en gewoon een LUT pakte, ja, dat miste altijd wat. En nu ik deze plugin gebruik, weet ik ook wat ik mis. Want inderdaad, ja, film is niet één constante look. Er zitten gewoon kleine imperfecties in en veranderingen continu. En als je die niet hebt, dan mis je gewoon een heel groot gedeelte van de experience van wat film nu doet. En als je dit gezien hebt met echt filmwerk, of tenminste, nu snap je waarom sommige mensen echt met film willen werken. Alleen, heel eerlijk, ik heb de tijd en de budgetten niet om dat te kunnen doen. En ik werk gewoon graag digitaal. Maar dan dit achteraf overheen kunnen doen om toch die, ja, die experience en die feel te kunnen krijgen, dat is gewoon heel erg fijn.
Mocht je nou ook zelf met Behance Pro willen gaan werken, klik dan op onderstaande link. Dan help je mij ook gelijk om meer van deze video's te maken. Vond je een leuke video? Geef een duimpje omhoog hier beneden. En druk gelijk even op abonneren. En heb je uiteraard geen zin om op abonneren te drukken, kan je ook hier klikken. En hier voor video's die ik eerder gemaakt heb. En dan zie ik je hopelijk heel graag snel terug bij een volgende video. Hoi hoi!